Hier tegenover mij zit de Ivonieën van het Binnenhof. Want ja, ze spreekt mensen zoveel talen als dat er stempels in haar paspoort staan. Van Beirut tot Londen en van, van Khartoum tot Sesamstraat, overal is ze geweest. Uh, maar haar ultieme droombestemming uh, is toch echt het torentje. Als eerste vrouwelijke premier van Nederland, ja, mensen, ik zie Grit, D66-lijfstrikker, Sigrid Kaag. Kijk. Hallo. Mevrouw Kaag, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het is je eerste uh, Tweede Kamerverkiezing als lijsttrekker voor jou. Uh, hoe ja. is dat nu om ineens frontvrouw te zijn? Ja, nou, ik heb het nog nooit gedaan. Uh, dus uh, aan de ene kant heel spannend. Uh, en je hoopt natuurlijk dat je, ja, dat je het goed doet. En tegelijkertijd probeer ik ook te denken: oh ja, nou ja het leven houdt niet op. Nee, toch zeker niet. Dit is toch al uh, dit is toch fantastisch. Ja. Lijkt mij, hè. Dat is en, het. En ja, to toch even een beetje voorborduren erop. Durf je al een voorzichtige uitslag te geven, voorspelling dan? Nee, dan zou ik alleen maar volgens mij hele, hele verkeerde uh, resultaten gaan uh, noemen. Dus uh, nee, ja. we mikken voor uh, het meeste, het hoogste. En uh, daarna zien we wel. Ga, ga nergens vanuit maar wees, overal op voorbereid zijn, mannen ooit. Ja, zo is het. Ja, hè, ja. Nou, even een. Uh, we gaan was met... jij dat? Uh, nee, ik was het niet. <laughs> <laughs> nee, ik had het kunnen zeggen. Ik heb hem wel vaak gehanteerd, zeg ik er heel eerlijk bij. Ja, even voor alle duidelijkheid. Het is tijd voor uh, de supersnelle 60 seconden. Het is heel simpel eigenlijk. Uh, we leren je binnen een minuut een heel stuk beter kennen. Want ja, je moest zoveel mogelijk vragen zien te antwoorden binnen die 60 seconden. Um, oh, ja. Zal ik even een oefenvraagje doen? Uh, wat wilde hij vroeger worden als je groot was? Uh, arts. Arts. Nou, dat is niet helemaal gelukt, dus helaas. Dat is jammer nee. toch, maar goed, uh, dat mag, mag de pret niet drukken. <laughs> um, uh, zullen we gewoon beginnen? Dat is misschien het makkelijkste. Hè? De ja. 60 supersnelle seconden gaan nu in. Vraag 1: torentje of kamer? Uh, Op welk dier lijkt je het meest in gedrag? <laughs> Een hond hoop ik. <laughs> Koken of afhalen? Oh, afhalen. Hoe klinkt jouw wekker? Uh, mijn telefoon zo, nee. <laughs> oké. Okay. Uh, Goldie of Mario? Uh, woe, uh, beide. Allebei, het zijn die honden, ja. Uh, wat is een hele, hele, hele goede morgen, dat is onze openingsjingle, in het Arabisch? Uh, Sebagel Geer of uh, Sebagel Wauw. Wow. Paradiso of Concertgebouw? Concertgebouw. Wat is de mooiste taal die je spreekt? Uh, Arabisch, denk ik. Naast Nederlands, natuurlijk. Libanese taboeie of Hollandse snert? Eh, uh, taboele. Oh, vind ik het verkeerd ook. Met welke collega-politicus zou je het liefst in een coronabubbel zitten? Uh, Kamala Harris. Appen of bellen? Eh, uh, appen. Dit was het al. Nou, dat is uh, elf stuks. Elf stuks, mooie scoren. Een mooie mooi scoren, ja zeker wel. dat had wat sneller moeten gaan, denk ik. Ja, ik had nog hele rare <laughs> vragen. De zoete of een hartige pannenkoek. Nou goed, daar hadden, daar hadden we later uh, misschien uh, aan toegekomen. Maar we, zijn al een stuk, uh, we, we weten al een stuk meer van, uh, van Sigrid Kaag. Dat is fijn. En je mag je ook nog even richten tot uh, de Radio 10 luisteraar. Want uh, ja, wat is nou jouw boodschap voor hem of haar? Waarom moeten zij op jou stemmen? D66 staat voor een eerlijke, groene... En rechtvaardige samenleving, kansen voor iedereen, een betere toekomst. Dus ik hoop dat jullie deze 66 stemmen. Doe het. Nou, kijk, zo kort en bondig heb ik het nog nooit gehoord. Dus dat is toch uh, heel prettig. Ontzettend bedankt, uh, fijn je gesproken te hebben. En uh, nog één laatste vraag. Ik kan het niet laten, want we zitten, het is de maand maart. En in een, nou, de maand maart is ethisch maand op Radio 10. Uh, wat is jouw favoriete plaat uit de jaren tachtig en waarom? Um, veel. Collins... Moet um, ik nou even de titel vergeten? Oh jee. Is, ik it, van is Collins. it Easy Lover, Studio, Another Day in Paradise? Uh, 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 uh. Groovy Kind of Love? You Can't Hurry Love? In the Air Tonight? You Can't Hurry Love. Can't in hurry the Air love. Tonight of, You Can't Hurry Love. You can't. En waarom die dan? <laughs> Dankjewel voor <laughs> <de love. laughs> Geef niks. Waarom hey. die? Um, ja, weet je... Ik ben natuurlijk een kind ook uit die periode. En ik vond veel Collins uh, bij Genesis goed... En daarna toen die solo ging ook. En uh, ja, prettige, leuke muziek, tijdloos. Gaan we die draaien? Veel je heb ik wel Hartelijk dank, uh, mevrouw Kaag. En heel veel succes. Dankjewel. Dag. Radio 10.